Ja, dank je. Kom verder. Hi. Hallo. Hi. Goedemorgen. Lukt het met de oliebollen? Oh, kijk, de straat is al. Al meer dan 20 jaar zet Paul Willemsen zich in voor dak- en thuislozen. Ja, al ruim 20 jaar organiseer ik de kerst- en nieuwjaarsdiners voor dak- en thuislozen. Minder bedeelden ook, niet te vergeten. En de laatste 13 jaar doe ik het hier in de verrestand in de Waag op de Nieuwmarkt. En dat is eigenlijk elk jaar het grootste feest van het jaar. 120 dak- en thuislozen die komen eten, komen feesten, die even in de watten gelegd worden. En dat is voor ons altijd een feest om te mogen organiseren. Maar dit jaar dus niet? Nee, zoveel dingen zijn gecanceld en dat heeft te maken natuurlijk met de virus, met corona. Maar we hebben de oliebollen nog, dus we gaan vandaag oliebollen uitdelen. Nou, dan gaan we naar de kloof. Yes! Ja, de kloof is hierachter. Laten we daar maar eerst gaan doen. Even hard om de riem steken voor die mensen. Het is meestal als het koud wordt, dan is de aandacht. Maar is het mooi weer, zijn ze ook dakloos en dan is de aandacht wat minder. Goedemorgen! Kom maar oliebollen brengen. Alsjeblieft! Iedereen kan het gebeuren. En wij hebben het goed. En ik vind dat andere mensen op straat het ook goed moeten hebben. Dus een ruggensteuntje. Dat we ze niet vergeten zijn. En een gelukkig nieuwjaar, hè, alvast. Hey! Hey! Ik heb oliebollen. Klein hartje om de riem steken op deze manier. Ja. Lekkere warme oliebollen. Met extra poedersuiker erbij. Dankjewel. Doei! Oké, doei doei. Tot ziens. Hoi. Maar de maken is pas om 1 uur open. Ja, we hebben nu net besloten dat we naar de Haarlemmerstraat gaan, tenminste, als jij het goed vindt. Ja. Naar de Volksbond. Er zijn heel wat daklozen die daar lekker een bakje koffie gaan drinken. En een oliebolletje is natuurlijk altijd welkom. En dan gaan we dat daar uitdelen. Gaan we doen. Ja. Let's go.